Welkom mensen bij een nieuwe Career Mode. In deze aflevering spelen we weer 3 wedstrijden. Ik hoop dat de lengte jullie een beetje bevalt. Ik zei dat ik ze probeer wat langer te maken, dat probeer ik ook. Maar soms lukt het, soms niet. Ook dat heb ik gezegd, dus weet ongeveer wat je kan verwachten. Ik probeer ze wel altijd langer dan 5 minuten te houden, dus dat sowieso. Dus niet dat je 2,5 minuut video's meer krijgt, dat probeer ik eruit te houden. Maar eerste wedstrijd op White Hart Lane tegen Liverpool. En Liverpool is denk ik mijn kutste tegenstander tot nu toe. Zeg maar qua kwaliteit, want ze hebben natuurlijk Sturridge, Balotelli, Lallana. In real life deden ze het niet heel goed dit jaar, ze hadden best wel slecht jaar eigenlijk. Maar in FIFA zijn ze gewoon best wel kunnen tegen te spelen. En daarom weet ik gewoon, oké, ik moest mijn B-team wel gebruiken. Want dat eerste team had net 2 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Dat was gewoon moe, dus dat werkt niet echt. Dus ik dacht, oké, B-team. Dit hoeft niet mijn B-team te zijn. Er zitten wel een paar goede spelers in die gewoon echt veel talent hebben. En zich dus gewoon kunnen bewijzen in dit soort wedstrijden. Zeker als ik op 1-0 voorkom, daar één van die genoemde talenten, namelijk Nabil Bentaleb, wordt ook in real life. Heeft hij net zijn contract verlengd. Is heel getalenteerde speler voor de Spurs. En ik hoop dat hij voor mij net zo goed wordt. Zeker als Chatli hier bijna de 2-0 maakt. Ook Chatli is een speler die ik denk ik wel degelijk kan gebruiken. Niet als vaste basisspeler, maar als wissel kan hij wel erg goed zijn. Dus ik hoop echt dat hij gewoon bewijst dat hij het kan. En zich gewoon blijft ontwikkelen. Maar Mason hier met een geweldige bal op Townsend. Townsend neemt hem net niet lekker mee. En dat vind ik zo jammer aan Townsend. Hij is zo snel. Heeft een heel goede actie. Maar zijn schot is een beetje slecht. En dan heeft Henderson hier een goed schot. En gelukkig weet Vorm daar te redden. Dat was wel een opluchting, maar hier komt Townsend dan wel door. Keepers lijken wat slimmer offline of zo, want online komen ze standaard uitrennen. En hier is het van, nee, ik blijf lekker staan. Maar hier is een Markovic aan de bal. Markovic krijgt hem net niet mee. Moreno heeft dan de bal. Die finest hem net naast, omdat dat gelukkig zijn zwakkere rechterbeen was. Dan kom ik hier door met Jetlin. Ik snap nu waarom jullie zeiden dat ik hem moest gebruiken. Want godkleren, die vent kan hard rennen. En dat bedoel ik niet Walcott hard rennen. Nee, ik bedoel harder rennen dan. Deze man ging echt absurd hard over het veld heen. Scoort lekker de 2-0. En net daarna gaat Liverpool slecht met de bal bezitten om. Wij pakken hem op met Mbolo. Ik doe een balrol om Lovren heen. Ik speel mezelf vrij. Ik ga om de keeper heen. 3-0. Zo snel kan het gaan. 81ste minuut. Game is over. En je ziet ook, we winnen gewoon vrij verdiend. We waren een betere team. Dan moeten we thuis tegen West Brom. Ik gebruik nu wel het eerste team. Zeg maar, althans wat het eerste team moet zijn. En we beginnen ook best wel lekker. Je ziet Jovetic hier gelijk aan de bal. Leska met een slechte tackle. Jovetic eruit door een bal door mijn verdediger heen. Maar dan schiet ik kaart op de lat. Dan heb je hier wel een kleine kans. Zeg maar, ik pas hem niet altijd lekker uit. Balken bij je daaien. En via een stuit gaat hij nog bijna in het doel. Maar dan heeft Jovetic de bal. En Jovetic geeft hem mee aan Kane. Gelijk op Erik. Ik probeer Foster te verrassen in de korte hoek, maar hij laat zich niet verrassen en weet die bal te redden. Heeft Erik hier weer de bal, weer een schot en weer een redding van Foster. En dat is een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Het zat niet mee in de afronding, dat was echt gebrekkig en dat ga je ook heel erg merken. Want hier is ook weer goed schot, goede redding van Foster en Harry Kane komt hem vanaf daar te paal. Dat mag echt niet, ik was daar echt niet blij mee. Ik dacht gewoon van oké, weet je wat, ik wil je nu eigenlijk wisselen. Maar Mbolo was moe, dus dat kon gewoon helaas niet. En dan merk je toch die breedte, dat is waar ik het over had. Je moet die breedte hebben, zeker als je zelf je kan zien afmaakt, dan is de cliché in de voetbalwereld, dan weet je dat je tegenstander wel gaat scoren. Dat doen ze ook, 1-0 en uiteindelijk verlies ik. Heel erg jammer moet ik zeggen, maar ja, weet je, soms gaat het nou eenmaal zo. Dan moet ik in de Capital One Cup thuis tegen Everton. Nou, als je mij eerder een career mode hebt gekeken, FIFA 15, FIFA 14, FIFA 13, ik geef niks om deze cup, echt helemaal niks. Dus als ik in de finale kom, prima, dan speel ik de finale. Tot dat punt, nee, echt totaal niet, kan me gestolen worden deze cup. Dat is ook de enige pot die ik simuleer, net als die vorige keer tegen Luton Town was het toen geloof ik. Ik weet het al niet eens meer. Maar dan moeten we de wedstrijd der wedstrijden, de London Derby, de Noord-London Derby moet ik eigenlijk zeggen, uit tegen Arsenal. Super belangrijke wedstrijd. We moeten wel met het B-team spelen, wat een beetje jammer was natuurlijk. Want het eerste team had net weer 2 wedstrijden gespeeld natuurlijk, tegen West Brom en tegen Everton. Maar ik heb vertrouwen in dit team. Ik weet gewoon, oké, we kunnen hier best wel schade mee aanrichten. Zeker als Per Mertesacker gespeeld, kunnen we met Mbolo gewoon veel aanrichten. Je ziet ook een speler lekker in Emmert staan. Ik hou trouwens van deze presentatie. Dit hebben ze heel goed gedaan voor offline, moet ik zeggen. Dit maakt het wat aantrekkelijker. En Emmert Stadion ziet er ziek uit. Maar je ziet hier de ranglijst. 25 gespeeld, 12 punten. Doelsaldo voor plus 8. Arsenal heeft plus 3 en 11 punten. Dus ja, het gaat wel prima. Maar Chatli hier, heerlijke vrije trap. Mikt hem op de lat. Ospina heeft het nakenken. En zo blijft het 0-0. Wat erg jammer was. Arteta hier de bal geeft hem mee aan Welbeck. Welbeck terug op Arteta. En gelukkig weet mijn keeper te redden. Vorm was lekker bezig, moet ik zeggen. Hij was in vorm. Nee, sorry, die grap. Nee. Nou, in ieder geval, hij komt door hier. Weer Arsenal met Welbeck aan de bal. Welbeck was echt een plaaggeest. Vooral dat Jetlin heel erg aan positie was. Maar nee, het kan gebeuren. Maar hier zo weer ongelooflijk gelukkig. Vorm trapt die bal niet lekker uit. Dan blijft het 0-0. Ik besluit tot wissels te maken. Zij brengen Walcott erin voor Danny Welbeck. En ik breng zowel Jovetic, Kane als Piazon, want er moet echt wat anders. Het ging gewoon niet lekker in de aanval, creëert veel te weinig. Ze hebben hier nog wel 1 goede kans in de 90ste minuut. De Boesje geeft de bal aan Sanchez. Sanchez op Rosicki. Vorm beter rennen. Het is echt, man, deze wedstrijd stelde me teleur. Net als in real life vaak met de Noord-London derby. Maar
Het blijft 0-0. Slechte wedstrijd. Heel erg slechte wedstrijd zelfs. En ook nog eens Nasser Chad, die wordt 2 maanden geblesseerd met een gebroken teen, wat erg kut is. Maar ACT de ranglijst, we staan derde met 13 punten, 12 goals scoort, 4 tegen, een doelsaldo van plus 8. Dus Manchester United aan lijn, dan naar Chelsea en dan Arsenal en West Brom boven de bovenwonder. City staat niet altijd best voor, 7e plek, Liverpool op de 9e plek. En Swansea, Leicester ook onder andere in de degradatiezone. Dus dit is het einde, ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het is, laat merken via een like rating. En ik zie jullie later, ciao.